gewoon alles is gevoel, heel de tijd. Daar proberen we te vinden. Hallo. Ik heb even geteld de tijdspannes die tussen de verschillende platen ligt. Oh, oké. Okay. Beeld in een grafiekje? Deze, nou, niet in een grafiek, maar degene die het dichterbij komt, zeg maar, is het verschil, of tenminste de tijd tussen de eerste en tweede plaat. Ja. Dat is 1 jaar en 9 maanden. Deze plaat is 1 jaar en 6 maanden qua release. Dus het is de snelste plaat. Snelste plaat ooit. Ja. Wat zegt dat over Kane? Nu, dat we er, anno 2009. Dat we er heel erg zin in hebben. En dat het vuur nog steeds brandt. Ja. En dat we een plaat gemaakt hebben vorige keer, Everything You Want. Die kwam in maart 2008 uit, inderdaad. Ja. En die heeft gedaan wat hij gedaan heeft. Maar dat was op een bepaalde mate ook teleurstellend. Dat wij hadden iets gemaakt waar we helemaal achter stonden. En dat viel toch op een andere manier. Dus wij hebben in januari hebben wij gezeten in zijn tuinhuisje. En hebben we het daarover gehad. En hebben we ook alle vier de platen gedraaid. Die we tot dan toe gemaakt hadden, achter elkaar gewoon, zonder te stoppen en zonder, weet je wel, geen gesprek. Maar aan het einde daarvan hadden we gesprek en keken we elkaar aan van, ja, wat we gedaan hebben is geeft weer wat 10 jaar van ons leven is. En daar zijn we echt hartstikke trots op. Ja. En daarna gingen we het hebben over, wat zou jij nog willen doen? En er was nog één wens die wij hadden. En dat was nog één? Ja, op dat nog één wens. Eén laatste wens. Ja. En dat was een plaatmaker die, zeg maar, gebaseerd op een bandje staat in de studio. Alle mics staan voor de versterkers. We tikken af en we spelen dat nummer en that's it. Ja. Dat hadden we nooit echt op die manier gedaan. En we speelden nu 2 jaar met dezelfde band. En wij zagen in dat die groep mensen, die konden het heel goed met elkaar, kunnen het heel goed met elkaar vinden. En dat was precies die groep waar we dat plan mee zouden kunnen uitvoeren. En dat hebben we besloten toen te gaan doen. Jij zei, zeg maar, die vorige plaat had niet helemaal gedaan. Want kun je daar iets meer op ingaan? Wat was hetgene wat je had gehoord? Wij zijn naar Amerika gegaan en we hebben in Philadelphia en New York hebben we een plaat gemaakt. En we zaten helemaal op een loltrip, op een funtrip die weer een reactie was op Fearless, wat een hele zware en zwaarmoedigere plaat was. Ja. En dan kom je terug in Nederland en dan wordt dat toch anders opgevat als iemand de Cannibal Criminal hoorde en die hoort wat zijn die gasten nou aan het doen? Ja. Terwijl als wij nu live doen, dan gaat heel die hut los. Dat had veel meer tijd nodig dan het liedje gekregen heeft. Ja. Maar er was verder geen man overboord. In januari hebben wij dat gesprek gehad en dachten van, we moeten gewoon zo snel mogelijk weer met een nieuw album komen. En er zijn zoveel muzikale ideeën, er zijn zoveel liedjes die we gewoon willen gaan opnemen. Dus we zijn dat gewoon gaan doen. Ja, jij zei van dat jullie op een gegeven moment in Dinans tuinhuisje hebben gezeten. Was dat, zeg maar, die vier platen luisteren, was dat een afspraak of is het gewoon spontaan ontstaan toen? Nee, wat bedoel je met een afspraak? Nou, dat je zegt van, nou, we gaan nu die vier platen luisteren. Dus nee, dat gebeurt. Hij zei van, zullen we even die platen? Nee, Dennis kwam er maar. En wat hij al zei, weet je, we hadden een soort van, na Everything You Want en nadat we in de gaten hadden, dat gewoon in een soort negatieve spiraal terecht kwam, waar we zoiets niks meer aan konden doen ook zelf, weet je. Dat gebeurt eigenlijk wel eens. Hadden we zoiets van, oké, laten we nou eens alles luisteren en kijken wat we daar vinden, weet je. Nou, zonder Dennis te herhalen, want die heeft het allemaal verteld. Was voor ons daarna heel logisch van, hey, de essentie waarom wij doen wat we doen, is niet het hebben van succes of het niet hebben van succes. Weet je, dat is omdat we dit gewoon heel graag doen en dit is ook ergens iets wat we moeten doen, weet je. Dat is het vuur wat in ons brandt. Ja, ja, daar kunnen we geen concessies op doen. En vandaar ook no surrender, weet je. Dat is richting dat vuur, zeg maar. En dus zeiden van, want we hadden de mazzel tegelijkertijd dat we weliswaar een beetje zo waren een beetje van slag door het feit dat het zo gegaan was als het gegaan was. Maar tegelijkertijd zaten we ook op een trip van een hele creatieve trip. Want we hadden zoiets van, ja, maar we gaan door, we gaan liedjes schrijven. En we hadden nog de mazzel dat we die band, die wordt steeds hechter om ons heen en steeds toffer ook. Dus als Dennis zegt nu van, er was geen man overboord, zeg ik met terugwerkende kracht, ja, dat is ook helemaal terecht, weet je. We zijn gewoon doorgegaan en you win some, you lose some, dan maar. Als je, zeg maar, toen jullie die vier platen naar elkaar hadden geluisterd, ja. Wat was het, weet je nog wat eerste wat werd gezegd? Of wat? Het is alsof je een fotoboek van je jeugd, als je alle fotoboeken van je jeugd pakt en je gaat daar zo van, zo, toen was ik daar op vakantie in Frankrijk met mijn ouders, weet je, dat zo, krijg je ook zo'n gevoel. Bij ons is dat dan 10 jaar. 1999, eerste single komt uit. Wij zijn zo groen als gras, maar behoorlijk ambitieus en ook niet te beroerd om dat uit te spreken. En daar komt een album uit in januari 2000, wat gewoon binnenkomt op 2. En binnen 2 maanden 40.000 stuks verkocht. En we staan op Pinkpop en we komen in een soort rollercoaster terecht. Die vervolgens via So Glad You Made It en Fearless, wat weer een hele andere periode was natuurlijk,
via Everything You Want uitkomt. Ja, dat is gewoon alsof je dat fotoboek doorlaat, ieder liedje wat voorbij komt. Daar weet ik van toen zaten we daar en toen deed hij Head Down of toen deed hij Can You Handle Me. En toen waren we in Kopenhagen om een video te maken. Oh, toen zaten we in Portugal. Oh, toen weet je, dat hele plaatje bij één liedje, en dat is bij ieder liedje geldt al dus, ja. Komt voorbij. Het is heel, heel intens. Dat is ook mooi dat je dat kan doen. Dat je, als je het over de laatste 10 jaar van mijn leven wil hebben, of het over zijn leven, kan je gewoon die cd's opzetten en dan weet je ongeveer hoe dat fotoboek eruit zag.